Oké. Hij staat weer in het fik. In de fik. En ik denk dat we een nieuw spel gaan leren. Yes. Ik sta open. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? You are doing well. Ja, dat weten we. Ik zeg altijd hetzelfde, hè? Oh, de trui zit al er niet eens gelezen. Care. Maids, butlers, accountants, drunks. Kakspeet. Yes, ik had een bal. Fuck yeah. En ik... Oh, ja. Oh, god. Daar gaat mijn pa. There are some sneaky snakes in your fold, Lucius. You need to weed them out of the grass. Let me show you something else you can do to help on your journey. Okay. You have the ability to make people forget things. Oh, lol. This can be very useful. Deze is. Oh, kut. Wat? 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 The fuck was dat? What skill and promise you display? The fuck did I hear? The higher the stakes, my son, the more power can be derived from the sacrifice. Oké, zal wel. Look closer to your foe, Lucius. Oké. Do me proud. Ik kan niks. Wat kan ik doen? Of zal ik. Oh nee, ik kan hem niks laten. Wat? Oké, hij is weg. Sure. Ja, ja, man. Ik heb alles begrepen wat, wat hij net zei. Ja, ja, ja. Oké. Laat gewoon nog een aflevering doen. Waarom niet? Kijk hoe laat. Oké. Yeah. Oké. Dear Diary. Diarree. Wat? Wat? When it's not paper, you bring. Oké. Het zal wel. Het zal wel gewoon. Wacht. Oh nee. Oké. Waar moeten wij naartoe? Map vertelt het ons. Op de kaart, op de kaart. Eigenlijk moeten we eerst zingen voor de kaart en dan komt hij vast tevoorschijn. Maar deze kaart kan niet praten, dus nee, ik kan niet zingen voor hem. Ha. Lucius. Nee, moet ik haar. Oh, wacht. Oh, never mind. I'm just being foolish. Ja, jij bent echt dom. Oh. Oh. Hey, ik moet naar buiten. One glass of mother's little helper, dear. Zij wordt gek. Dat kan ik je niet al vertellen. Waarom staat het licht? Het is heel donker. Kan ik de brightness niet aan? Brightness. Brightness. No. Nee. En wat? Hoe hoog heb ik hem? Oh, ultra. Oké. Oké, even naar buiten. Oeh, ja. Dit begint wel een beetje te laggen. Ja, joh. Waar? Oh, trouwens, ik moet even kijken op de kaart. Oh, daar. Oh, nee, joh. Wie is dat? Kan hij mij ook vermoorden als ik hiervoor ga staan? Oh, ja, sorry. Antonio. Antonio is cutting the grass again. It could be probably somehow break his mower. Ik snap. Ja, oké. I wonder why he always like he just came from a disco. Wat heeft hij voor kleren aan? Het lijkt net bloemetjes. Een bloemetjes trui. Dat zou echt stom zijn. Move away, Lucius. Ja. Oké, hoe ga ik hem vermoorden? Dat is de vraag. Oh, daar gaat mijn iPod. Met WhatsApp. Oh, jailbreak. Oh. Waarom is het hier zo donker? Oh ja, ik heb een zaklamp. Kan ik die... Nee. Een zaklamp heb ik eigenlijk vrij weinig gebruikt, zeg maar. Oh, wat? Wat? Lol. Oké, wat heb ik ermee gedaan? Even kijken. Wat de fuck heb ik ermee gedaan? Kan ik dit ook nog?
Nope. Misschien kan ik aan een sleutel of zo. Een andere. Wel irritant dat je er 3 moersleutels hebt, weet je wel. Allemaal verschillend. Denk je van, ja, dat is gewoon 1 moersleutel. Het hoeft niet zo realistisch te zijn. Nee. Nou, oké. Ik heb een... Ik moet iets anders vinden, helaas. Oké. Hey. Hey. Move away, Lucius. Ja, I get it. Misschien... Kan ik dingen hem laten vergeten of zo? Nee. Kan ik hem iets laten doen? Wat de fuck is dat? Oh, dat is water. Lol. Move away, Lucius. What the fuck? Wat moet ik doen? Oh, wacht. Ik kan met mind control... Kan ik dat ding laten... Ja! Yes! Zie je? Ik kan het wel. Ho. Oh. Laat me het doen. Laat mij het doen. Oh, dat klinkt verkeerd. Nee. Nee. Ah, zo. Fuck. Wat? No way, hij ziet mij. No way. Snel, snel, snel. Oké, okay, hij is het vergeten. Yes. Oké, okay, hij is het vergeten. Rust eraan, jongens. Hij is het vergeten. Maar wat? Hij ziet dat toch niet. Someone can see you. Ja, maar... Someone can see you. Oké, okay, zo. Fuck! Kan ik hem weer laten... Yes. Snel, 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 snel. Game. Fuck. Fuck you. Nou. Oh. Nou, oké, okay, we weten waar we naartoe moeten. Hoe gaan we dat doen? Ik bedoel, als ik achter hem sta, ziet hij dat toch niet dat, wat ik doe. En anders, dan ziet hij mij een beetje met mijn hand bewegen. Nou, ik bedoel, dat doen normale kinderen toch ook wel. Oh, ja? Nee? Oké. Okay. Hey Antonio, ja. Ja. Oh. Scherp! Oh, er is iemand dood. Laat ik gewoon gas maaien en doen alsof het me niks boeit. Sukkel. Oké, yeah, someone can see you, I don't care. Misschien als ik hier sta. Wacht, wacht, oké. Ja. Nee, fuck! Moet ik helemaal wachten en zo? Oké, okay, dan kan ik mooi even dit ding doen. Zo. Yes. Ik ben benieuwd wat dat gaat doen. Even de licht gebruiken. Zien jullie ook iets? Oké, kom maar. Kom maar. Kom maar, ja. Yeah. Kan ik hem dan... Zo kan ik hem kapot maken, denk ik. Dan ziet hij het niet. Oké, okay, kom. 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 Misschien hier zo. Ja. Fuck. Nee. Misschien achter een boom, zo. Fuck. Achter deze boom. Achter deze grote boom of zo. I don't care. Als het maar werkt. Nope. Misschien zo. Nope. Dan ziet hij mij. Fuck you. Oké. Okay. We gaan weer helemaal daar naartoe. Beter doet hij het nu wel. Nee, je kan er gewoon niet bij. Maar voor niks. Oké, okay, hoe gaan we dat anders doen? Misschien achter deze boom. Nee.
hem ergens naartoe jagen of zo? Hoe doe ik dat? Oké. Even kijken hier. Misschien zo. Misschien in het donker. Dan ziet hij nergens. Oké, ik kan niet meer. Ja, ik kan hem gewoon zien. Ik ga even kijken hoe dit moet. Jongens, tot zo. Oké, ik heb het door. Oké, jongens, let op. Dit is echt heel stom. Oké. Je hebt dus een steen en die plaats je ergens hier. Oh nee, dat mag hij natuurlijk niet zien. Het is echt heel stom. Wacht maar. Dat jullie het zien. Oké, ik plaats daar een steen, dus oké. Alles nu normaal nog. Sorry. Ik laat je wel gaan. Ik kan ook niet in het water. Hallo. Yeah. Fuck yeah. Oké. Oh, de zon. Rare zon hier. Het is nooit mooi zonnig hier. Oké, kijk. Hij heeft hier dus een steen. Oh, en opeens doet hij het niet meer. Wat raar. Oké. Hij gaat het dus proberen te fixen. Nou, dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus dan doen we dit. Denk ik. Dios mio, what happened? Hallo, dan gaat hij opeens aan. Oh, wacht. Nee, hij moet helemaal kijken. Oké. Dus helemaal uit. Ja. Oké, dan valt hij uit. Dan gaat hij kijken. Kom op, kijk. Kijk, gaat fixen. Kom op, Antonio. Hij is stupid. Oké, dan mind control. Fuck die shit. Blijkbaar was dat het. Oké, wat gaat hij doen? Oh ja. Antonio, ja, dat fixt het vast. Kijk, hij is gefixt. Nu is hij aan. Goed zo, Antonio. Dat heb je goed gedaan. Ja, het kost wel je leven, maar het maakt niet uit. Antonio, jij bent mijn held. Goed zo, Antonio. Hey. En die is het. I went weeks without a proper night's sleep. I just couldn't wrap my head around everything as if something was evading me. I resorted to the church for help. My hope was that they could visit the house and maybe help some of the people there, offer counsel, whatever it is priests do. I was wrong. Predictably, there was another accident, this time in the garden. One of the most bizarre things I had ever seen. I had no solid explanations, and the press were hounding the department for information. Those vultures were constantly circling the mansion. Everything in my world was falling apart. I was interviewing Charles Wagner on a daily basis now. He tried to tell me this was in a totally different realm. His father, Fabius, who I thought was a little batty, had gone missing by this stage. Everyone presumed he just took off to escape the stress. What's really going on, Dad? Have we been cursed? Do we have enemies? Are we being extorted? Or is this some sort of vendetta? Don't talk such rubbish, Charles. You're grabbing at straws. I know enough about your past mob ties. I know how we got our money. You don't know shit, and don't ask. Just be thankful for what I've given you. Have you no feelings, Dad? Why didn't you come to Tom's funeral? He was a wastrel, and he died a wastrel's death. He was no son of mine. That's cold by any stretch. You're a heartless, bitter old man. Who's given you everything you could have ever possibly wanted, and now it's time for payback. There are events afoot which are far beyond anything you would understand. I'm gonna lose this election. My world is falling apart. Lucius won't speak. Nancy is losing her mind, and you're crazy too!
We're all just pawns in the larger scheme of things. These people, they're just fodder for Death's eventual scythe. You only need to play your role, Charles, and be a good boy. There are rewards for those who endure to the end. Kijk, hij stapt. Kom binnen. Good afternoon, miss. I'm Father Lagle of the Winter Hill Diocese, and this is Father DeCosimo. Hello. We've heard of the unfortunate tribulations that have befallen this house, and we've come to offer a blessing for better days for this place. Would the master or mistress Who be home? Who is that? What? Get the hell out of my house, bloody parasites. Take your skirts back to the poor mix in town. They'll swallow your Jesus crap. But get off my lawn, or I'll give you a reason to pray. Get off my lawn! Zeggen oude mensen altijd. Trap here on my property. Make sure they're let out those gates. Okay, dat vind ik zelf ook wel best wel creepy. Oh, een dief. Meneer, dat is stelen, dat mag niet. Ja, ja, een wijn. Oh, hij wil gewoon wat wijn. Nou, wij hebben genoeg. Echt genoeg. Veel te veel gewoon. Who are you? What are you doing here? Ah, you surprised me. I'm Wayne Preston from the Herald. I'd like a word with you about recent events here at Dante Manor. I'm willing to pay handsomely for information. Don't you know who I am? Oh, Mr. Wagner, I'm so sorry. I tried the doorbell, but there was no answer. It looked like it would rain, so I simply... You're trespassing. I could have you shot. Hey, wait now! Oh! Hey! Lucius mag dat doen. Niet jij. Ook gewoon weglopen, like a boss. Nice, nice, nice. Hey. Ah, Lucius. Hij houdt wel van de stoel. Wonderfully gruesome offerings you have given to me. Haha. Now we must go on the march. We must continue with no looking back. There are those sniffing about, Lucius. They suspect. You must be on your guard. But now, it is time to teach you the greater skills. Ooh. So that you can protect yourself. Show me. If the need arises. Laat me maar zien. Ik wil het wel zien. Mop. Do you like to light fires, Lucius? Hey, yep. Your daddy tells you not to play with matches. Yeah. I can show you a better way. Oh, nice. Vijf. Oh, fuck yeah. Okay, laat me zien. Hoe doe ik dat? Holy fuck. Dat is fucking cool.
Ik ben een soort Dragon Ball Z gast. Oh, that's very good. Wat? Dat is fucking episch. Wow. En het geeft wat licht. Wat? Wat? Wil ik mensen hiermee killen? I'm firing my laser! En he died. Nog een keer. Ja! 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 What talent! Wow! Now listen to me. Oh, oké. Okay. This skill can only be used sometimes. And in the most extreme situations. Each time you make a sacrifice for me, you can attain this skill, but only for a short time, until the power dissipates. Wat dan? Mag ik niet gewoon altijd gebruiken? Nou, oké, bedankt voor de informatie. Zeer zeker. En jongens, dit was het weer voor vandaag. Like en reageer alvast voor Lucius. En ik hoop dat we binnenkort ergens onze drie wielen krijgen. Want dat lijkt me fucking awesome. Nou, bedankt voor het kijken en hoi!